Bezoekers en personeel van Club 8 schrikken zaterdagnacht op als agenten en medewerkers van de sociale dienst en de douane binnenvallen. Op bewakingsbeelden van de club is te zien dat iedereen met de handen in de nek staat, terwijl het pand aan de Varkensstraat onderzocht wordt. Ook moeten bezoekers zich helemaal uitkleden om te laten zien dat ze geen drugs bij zich hebben. Dames werden in een busje meegenomen. We deden al onze kleren uit, waaronder BH en onderbroek. We moesten allemaal uit, we moesten ons omdraaien en ik moest met heel grof gezegd mijn kont laten zien of ik daar drugs in had. De politie houdt 8 mensen aan voor bezit van een mes, een vuurwapen en drugs. Alleen de eigenaar, die het vuurwapen in zijn bezit zou hebben gehad, brengt de nacht in een cel door. De club wordt meteen door de gemeente gesloten omdat er drugs gebruikt en gedeeld zou worden. De eigenaar legt zich daar niet bij neer en stapt naar de bestuursrechter, die de sluiting vandaag ongedaan heeft gemaakt, omdat het niet goed onderbouwd is.